Suriname is geaudit door de Internationale Maritieme Organisatie, IMO, op haar kust, haven en vlaggenstaatverplichtingen. De audit, of het onderzoek, is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart 2018 gehouden en geschieden conform de door Suriname geratificeerde verdragen. In dit kader is vorig jaar een wetgevingscommissie geïnstalleerd voor het schrijven van wetten en verdragen van het implementatieplan. Claudia Grant, auditteamleider van IMO, zegt dat de audit gebaseerd is op een gestempelde improvisatie en dat de audit niet gebaseerd is op beoordeling van personen. Tijdens haar presentatie heeft ze enkele gebieden van finding observation gepresenteerd. Areas of findings overall maritime strategy, that this was not in place, although we noted that there were measures moving towards, and this is acknowledged by the state. Legislation, this was mentioned also, implementing policies were by and large in some instances not in place to implement the various IMO instruments, training of maritime personnel, that was an area of finding as well, drills and exercises, particularly for example oil spill response, search and rescue, those were areas in which we had findings, monitoring and enforcement in areas of port reception facilities, up to final disposal, monitoring and enforcement of fishing fleet and dangerous goods. So there were areas of findings relating to these specific areas. Distress radio communication and navigational warnings, evaluation, review and improvement. In two copies, and maybe at this point, we'll want to hand the formally hand the document over. Yes, Mr. Amako. As the SPC for Suriname, we want to formally hand to you a copy of the interim audit report and the form is. Yes, that's your copy. Dat was Claudia Grant, die kort voordat ze haar presentatie beëindigde enkele documenten overhandigde aan Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname. Amafo zegt dat Suriname de verdragen heeft geratificeerd en de wetgeving tot stand heeft gebracht, omdat ze gelooft dat de maritieme sector een belangrijk onderdeel is in de diversificatie van de Surinaamse economie. We kunnen een heleboel geld verdienen met die maritieme sector. Dit is een van de zaken die God ons heeft gegeven. Het maritiem gebied, de DNA-voorzitter heeft dat ook aangegeven vorige week. Dus dan moeten we een beleid hebben die niet voor 3-5 jaren, maar voor 50 jaar. Waar gaan we met die maritieme sector naartoe? En dat past die IMO-audit hierin, want daar krijgen we van buitenuit ook een kijk op onze processen en de verbeterpunten die we dus moeten hebben. Ja, terugkomend hierop. Daar ziet u dus eigenlijk, dit moeten we dus doen en dit gaan we dus doen samen met het ministerie en de rest van de stakeholders. En u ziet, het gaat dus niet alleen om de flag state, maar het gaat om onze verplichtingen als kuststaat en havenstaat. Want dat is waar er naar is gekeken. We hebben nu de kustwacht. De kustwacht is erbij gekomen. Zaken van de kustwacht moet verder in place gebracht worden. Dat was MAS-directeur Amafo vandaag bij de afsluitingsceremonie van de audit van de Internationale Maritieme Organisatie, IMO. Deze is gehouden van 19 tot en met 23 maart op de kust, haven en vlaggenstaat van Suriname. De ceremonie is gehouden op het MAS-emplacement, ook wel als MAS Ondro Osso bekend.